Oké, de waterleidingen. Nou, dat ga ik niet doen met koper, maar met flexibele leiding, want dat werkt namelijk veel sneller. Deze is gemaakt van kunststof en aluminium. Nou, hoe ga ik te werk? Eerst bepaal ik natuurlijk wat waar komt. Nou, daar. De douche, dat weet ik. Dus daar komt warm en koud. Hier twee wastafels, dus twee keer warm, twee keer koud. De leiding, die rol ik uit. Leg hem een beetje op maat, zet hem vast met tijrips, knip hem af. De uiteinde ontraam ik. Sluit ik hem aan op de muurplaat. Dat doe ik hier ook. En als laatste sluit ik hem aan op het koper en dat is beneden bij de ketel. Het voordeel van deze leidingen is dat je er als doe-het-zelver ook makkelijk mee aan de slag kunt. Ze zijn geschikt voor water, maar ook voor de aansluiting van een cv. De warme en koude leiding sluit ik aan op deze muurplaat. Die zit natuurlijk precies in het midden, 45, want mijn douchebak is 90. En de hoogte, ja, ongeveer 1,10 meter. Ik heb de leiding natuurlijk wel afgeknipt, maar met een beetje overlengte. Dus ik knip hem nu precies op maat. Dat doe ik met een speciaal tangetje. En die zorgt er dus voor dat de leiding gewoon rond blijft. Niet dat je hem plat drukt, anders zou je later je koppelingen niet goed inkrijgen. Daarna ga je hem ontbramen. En eigenlijk maak je dus een schuimkantje aan de binnenkant van je leiding en aan de buitenkant. Wat er weer voor zorgt dat die rubbertjes die op je koppeling zitten soepel ingaan en dat ze niet verschuiven, want dan zou je dus lekkage kunnen krijgen. Nou, nu is het kwestie van de koppeling erop drukken totdat hij niet verder gaat. En je draait hem vast met een inbus. En als het gaatje helemaal wit is, dus dat je de leiding helemaal ziet, dan weet je zeker dat de koppeling goed zit en dat hij waterdicht is. Deze leidingen zijn flexibel en laten zich dus veel makkelijker buigen dan koper. En ze zijn iets goedkoper en ontzettend onaantrekkelijk voor koperdieven. Hier komen dan de twee wastafels, dus hier heb ik ook een aansluiting nodig. Dus ik knip hem hier gewoon door en plaats er een T-stuk tussen. Een foutje zo gemaakt en warm en koud is zo met elkaar verwisseld. Dus om verwarring te voorkomen, merk ik even de koude waterlijn. Het water is aangesloten, de basis voor een fantastische nieuwe badkamer is gelegd. Thomas kan zich gaan concentreren op de afwerking. Inmiddels ligt de vloerverwarming er ook in, maar voordat ik de zandcement ga storten, maak ik eerst even een foto waar alle leidingen zitten. Want stel dat er ooit wat gebeurt, dan weet ik precies waar ze liggen. Er gaat nooit wat gebeuren, maar stel, je weet het niet. Oké, vloertje erin.